Ja, goedemorgen dames en heren. Donderdags, Hemelvaartsdag. En normaal vat of fiets, normaal zou het hier kei druk zijn. Maar wij hebben Harry bij ons vandaag en bereid gevonden om toch even een stukje van de route te laten zien. Ondanks dat hij natuurlijk vandaag niet doorgaat. En dan fietsen we hier nou zo mooi bij Corverschie overgestoken. En dan gaan, gaan ze eigenlijk het natuurgebied in hier, net over dat nieuwe fietspad. Eigenlijk is het ook voor iedereen toegankelijk, want nu starten ze van de fiets altijd bij wij nu. Hè? Tenminste de laatste jaren of bij de markt. Nu vanaf wij nu. Dus eigenlijk kun je hem gewoon zelf fietsen zonder dat je bij jullie binnen hoeft te lopen. Ja, maar dat is niet de bedoeling, hè? Want we hebben ook een hoop sponsors. Hoeveel deelnemers doen er nou zo gemiddeld mee aan Vat of Fiets? Het ligt een beetje aan het weer, maar vorig jaar hadden we een beetje rond de 800 deelnemers. Dit is ook wel een heel mooi paadje zo tussen de... Dit ja, schitterend hè. Mag je zeker niet overslaan dit. Nee. Nou, hier zou ik dus gewoon met een normale fietsdag niet zijn gekomen denk ik. Ja. Dit zijn paadjes die moet je echt weten. Ja, het is de bedoeling met die... Met die vat of fiets, dat de hele families meedoen, hè? Ja. Dat is met grote groepen. Ja, dat is... Zowel jong als oud. Ja, maar dat is ook wat ik bedoel met vorig jaar. Toen ik nog jong was, toen gebeurde dat ook echt. Want hè, wij gingen met z'n vieren dan, vanuit het gezin, gingen wij echt vat of fiets fietsen. Dat was ieder jaar vast een prik. Ja. En als... Als je thuis nou zit te kijken en dit een heel mooi paadje vindt, dit is het paadje achter aspergeskwekerij De Wit. En volgend jaar, als je dan meedoet met Vat of Fiets, dan zie je dit paadje ook. Maar dan weet je waar je ongeveer kunt vinden. Nou, Harry, we hebben een heel mooi stuk van de route gezien. Kun je vertellen waar we hier zijn? We zijn hier in het Hurkske van Erp. Van Erp. En dus als je dan vanaf de Gemertse weg kun je erin, hè? Ja. Ja. En dan is... Eentje verder zit de boswachter. Dus kun je eventueel nog iets nuttigs nodig is. Kijk. Maar als je deze pad uitrijdt, dan krijg je een rustpost. En wat was er op die rustpost? Nou, er is een toilet aanwezig. Dus er is wat drinken, zowel koffie als thee en je kunt er een broodje pakken en soep. Ja, nou zijn we vanochtend begonnen bij Wij Nu. We hebben eigenlijk helemaal onderweg nog niet besproken. Kun je eens kort uitleggen wat Wij Nu precies is? Wij Nu, dat is een, eigenlijk zeg maar een onderdeel van KBO.
Alleen KBO vonden wij niet zo'n leuke naam en daarom hebben we het veranderd in Wij Nu. Klinkt een beetje moderner. Wat, het is eigenlijk allemaal aangesloten bij de KBO. Bij de KBO. En wat gebeurt er nu allemaal binnen de deuren van Wij Nu? Nou, Wij Nu heeft een hoop activiteiten. De meeste zijn wel overdag. Enkele zijn er ook nog eens avonds. En dat gaat onderhand, Wij Nu organiseert ook deze dag met de fietsen. Ja. Vat ook fiets. Wandelen doen we nog. Zit ook op deze dag, zit ook nog een wandeltocht in. Kun je ook allemaal nemen. Kijk. Ik wil jou hartelijk bedanken dat wij dit stukje mochten meefietsen. Ik hoop dat volgend jaar iedereen hem weer kan fietsen. En mensen thuis, ik zou zeggen, toch maak er een leuke dag van vandaag. Fijne hemelvaartsdag en Harry, dankjewel. Dankjewel, heel fijn. Ik hoop dat volgend jaar door me gaat. Zeker. Tot ziens, hè. Doei. Vond u dit nou een leuke video en zou u zelf ook graag een keer met ons mee fietsen? Laat het ons even weten. En voor de mensen thuis, fijne hemelvaartsdag. En even liken en abonneren zou leuk zijn.